Waarom zit je niet? Zijn we weg. Oh. Je moet wel kunnen. Ja, Zo, daar zijn we weer. Wat had ik nou ook weer zeggen? Dat weet ik niet, dat je hebt gesport en dat is wel heel leuk. Voelt een beetje surf om de week nog weer te beginnen. Dat ik in de sportschool sta. Ja, het is niet anders. En bovendien ben ik ook echt alweer 2-3 weken niet geweest of zo. Ja. Volgens mij ben ik maar 1 keer geweest. Dat is de keer dat ik gevlogd heb. En daarna waren we heel druk met ons dak vervangen. Daar hebben we mee gesport met het dak. Dat was onze sport, inderdaad. Dus ik ben al heel lang niet meer geweest. Dus nou ja. I don't know, een soort van excuus dat ik nu weer vlog open met de sportschool. Was wel chill, ging best wel goed. Bij jou ook wel, hè? Je hebt een beetje last van de knie. Ja, maar... Ja, een beetje last van de knie. Dat vond ik heel te wensen. Ja, dat wat je herhaalde was echt iets anders. Oh. Maar ja, last van, ja. Maar verder ging wel goed. Gelukkig. Was wel chill. En ondertussen hebben we ook nog even de persconferentie gekeken van Sigrid Kaag. Nou ja, dan pak ik de camera even voorbij, want jongens, jongens. Normaal gesproken deel ik niet zoveel over politiek in mijn vlogs. Hoewel ik dat wel super interessant vind en dat ik best wel veel mee bezig ben. Maar ja, om dat nou even in de vlogs te vertellen. Ik denk dat je dat best wel kan doen, want je hebt altijd wel goede. Ja, maar dat is niet iedereen het mee eens. En ik wil het ook wel een beetje gezellig houden in de comments. Maar goed, nu moet ik toch wel even mijn frustratie kwijt. Want jongens, jongens, wat is dit nou weer? Sigrid Kaag van D66, die constant heeft gezegd dat ze niet een nieuwe regeerperiode wil met het oude kabinet. Die steeds zei dat ze een progressief kabinet wilde. Die heeft nu toch maar toegegeven en gaat alsnog onderhandelen met VVD, CDA en ChristenUnie. Wat de fuck? Onder het excuus om nog steeds een zo progressief mogelijk kabinet te gaan vormen. Ik weet niet hoor, maar dat zijn zo'n beetje de meest conservatieve partijen die er zijn. SGP zet er nog net niet bij. Maar buiten dat, jezus. Nou, ik vind het knap waardeloos. Ik vind het niet eerlijk naar degene die vanuit GroenLinks naar D66 zijn gegaan. Nee, dat ook. Maar goed, het kabinet heeft moeten aftreden vanwege het toeslagenschandaal. En ik bedoel, wat voor schandalen zijn er gewoon niet meer geweest met VVDA en CDA. Een heleboel. VVD. Wat zei ik? VVDA. VVD en CDA. Dat zijn echt te veel om op te noemen, dus ik vind het echt niet kunnen. Tot CDA is ongestond, dus afgestraft door de kiezer. En die zitten nou gewoon weer bij een... Ik hoop dat dit op niks uitloopt. Ik hoop dat tegen de tijd dat deze vlog online komt, dat het dan is gebleken dat de onderhandelingen op niets zijn uitgelopen. En dat we toch gaan kijken naar andere mogelijkheden, want... Nou goed, tot zover mijn politieke mening. De vorige keer dat ik een update heb gegeven over Boris is alweer een tijdje geleden. De vlogs liepen een beetje achter. Dus ik denk dat jullie allemaal wel benieuwd zijn hoe het met hem gaat. Inmiddels zijn er al... 3-4 weken voorbij, denk ik. Hoe lang hebben we Boris nu? 5-6 weken denk ik al. Ja, ik bedoel eigenlijk ten opzichte van de vorige vlog waar hij mee zat. Ja. In ieder geval is hij dus al 5-6 weken bij ons. En het gaat best wel goed met hem. Hij is al behoorlijk vernederlandst. Hij is namelijk al helemaal gek op kaas. Kijk eens Boris, daar mag je niet uit eten. Boris, lekker hè. Goed zo. Echt een Nederlandse kat aan het worden. Moet je trouwens even kijken hoe dik hij aan het worden is. Nee. Met zijn speknek. Gaat heel goed hè. En zijn wondje. Ja, jouw wondje moet ik even laten zien. Die is er gewoon bijna niet meer. Wow, ik ben bijna van het aanrecht af. Ben er klaar mee? Doei. Ik heb er geen zin in. Oh, dan zit dit in onze zooi in huis. Boris, het is niet echt charmant of zo. Boris, ja. Ja, even aandacht erbij, ja. Het gaat dus echt heel goed met hem. Hij is lekker dik aan het worden. Zijn wondje is helemaal dicht. Hij heeft geen vormen meer. Zijn gebroken staart is ook zo goed als weer heel. Ik vind het wel niet heel fijn als je eraan zit. Maar ja, gaat echt top. Het wordt echt een dikke luie kat. Kat die ik altijd uit willen hebben. Ja, sorry Annie. Ik ben ook heel blij met jou, maar nou ja. Krijg ik op Instagram wel veel vragen over Annie, hoe het met Annie gaat en hoe het met Annie en Boris samen gaat. Ja, dat is nog steeds wel wennen. Boris heeft niet zoveel moeite mee, maar Annie vindt het allemaal wel spannend. En laten we wel wezen, die hebt natuurlijk ook niet zo'n fijne ervaring met katers. Ik bedoel, vorige keer dat zij in aanraking kwam met een kater. Toen was ze 9 weken zwanger, daarna moest je ook nog eens 9 weken... Nee, 9. Moest je 13 weken voor een paar van die kitten zorgen. Dus ze denkt, mocht niet weer hebben. Dus ja, dat is allemaal nog wel wennen. Maar nou ja, we proberen dat gewoon rustig op te bouwen. Ik heb er wel vertrouwen in dat het vanzelf goed komt. Hoop ik. Let even niet op mijn oog. Ik weet niet, ik heb er iets in of zo. Ik weet ook wel niet of je het ziet op camera. Maar ik heb er wel donders last van. Dus ik, nou het lijkt misschien of ik aan het jagen ben.
Weet ik niet. Maar gisteren stond hier bij de voordeur opeens deze fles wijn. Deze. Super lief natuurlijk. Maar ik heb dus geen idee van wie het komt. Er zit geen kaartje bij. Het stond er gewoon opeens. Dus, mocht deze fles wijn van jou afkomstig zijn, laat het even weten. En laat ook even weten waarom. Geen idee. Wat je op. Oh jeetje. Och jeetje. Ja, we zijn 24 uur bezig, man. 6 uur is te koelen. En nou, uiteindelijk bevallen was weer prima. Ah! Yeah. Wij zijn voor de tweede keer alweer tante geworden! Zo, Bob is er ook helemaal enthousiast van. Daphne's zus en haar vriend. Die hebben een dochtertje gekregen. Die is vandaag geboren om 6 uur. Zes dan? Ja, nee, net. Ja, dat is toch 6 uur dan? 7 uur is het. Ja, maar ja, dat zal 6 uur zijn. Dat denk ik wel. Ik denk niet dat het echt nu net is geboren. Vet leuk. Ja. Wat grappig, een dag te vroeg dus. Ja. Leuk. Ja. Nou, dat is toch niet wat ik helemaal had bedacht toen ik vandaag begon met vloggen. Dat het zo'n innoverende dag zou zijn. Maar goed, helemaal prima. Superleuk zelfs. Wij gaan nu naar Wendy en William toe om een ooievaar te zetten. Nu ik dit zo zeg, weet ik echt niet of dit nou iets is wat ze in heel Nederland doen. Ja, jawel. Ja? Ja. Is dat iets Twents? Nee. Nee? Moeten wij gewoon steden? Ja. Waarom dan? Zo, links. Dat is ook goed. Oh ja. Zij, hè? Het echt heel erg om. Waarom? Maar dan gewoon via buiten de straat. Ik ben ingezoomd. Dus weet je zeker dat dit iets Twents is? Mooi vaar zetten. Ja, nee, weet ik niet zeker, maar daar ga ik wel vanuit eigenlijk. Ik ben eigenlijk ook benieuwd. Als jullie weten wat ooievaarzetten is, laat even weten in de comments. Ik vraag me wel ernstig af of dit nou iets Twents is of niet. Ik zal het voor de zekerheid maar even uitleggen. Als er dan een kind is geboren... Dit is echt wel iets dat ik denk. Ja? Nou, ik leg het toch gewoon uit. Als er een kind is geboren, dan ga je dus naar het huis van die mensen waarvan het kind is toe. En dan zet je dan een ooievaar neer. En dat is dan leuk. Nou ja, bij deze. Nou jongens, ik ben ballonnen en babykleedjes aan het opwarmen. Superleuk. Leuk hè? Ja. Dus hier? Ja. Ik vond het ook wel spannend wanneer het zou gebeuren. Ja, toch? Nou, het is wel grappig dat het dan eerder is. Dat hadden we niet zo verwacht. Totdat Daphne ineens... William belt! William belt! Schreeuwde bedoel je? Ja, je schreeuwde echt heel. Heel leuk. Ja, echt heel leuk. Ik ben benieuwd hoe laat ze thuis komen. Ja, ik ook. Ik vind het heel spannend. Ja, ik ook. Ze kunnen elk moment naar elkaar komen. Maar wij zijn klaar. Oh nee. Dat is het. Je hebt een andere rest. Ja, echt. Alweer. Zo. Goedemorgen. Vandaag is het zaterdag en we gaan verder met de plafonds. Een tijdje terug was ik er al mee bezig geweest en heb ik al heel wat eruit gesloten. Er zitten nog een aantal in en die moeten er ook uit. Dat is onder andere in deze kamer, ook in de slaapkamer. Oh, wat is met die donkwasjes? Hallo, hier ben ik. Ja. Dat wil niet. Wat wil niet? Ik krijg het gewoon in die klokken kaaien. Gewoon aan haar. Doe niet. Met de trap? Spring je vanaf de trap naar beneden? Nee, dit doe ik niet. Die kan wel, toch? Deze, want die heb je al stuk. Ik ga even hier verder. In de slaapkamer zit nog een plafond en voorzetwanden die weg moeten. Maar ja, we weten nog niet wat we gaan doen, want als we dat doen, dan is onze slaapkamer echt een fucking puinhoop. En dan moeten we dus... Nou ja, in ieder geval wel een maand of zo in die tering zo slapen. Dus dat is toch even een twijfelgevalletje. Maar hier gaat het in ieder geval allemaal uit. Lukt dit? Nee. Ik doe het? Ja. Kerel, wat zit dat vast? Ja, leuk hè? Hey, ben je één? Jongens, jullie raden nooit wat ik tegenkom. Alweer. Een fucking wespennest. Hoeveelste wespennest is dit al niet? Ik weet het niet meer, dat is zo erg is het al. Ik denk echt wel de 8 of zo. Ja, dat wou ik ook zeggen, 19. Nee. Echt niet, man. Dit is ook best wel groot, jongens. Kijk dan. Ja, dit is smerig, man. Ja. Gelukkig zit er niks meer in. Oh.
Wat? Oh, ruikt je dat? Nee. Ruikt echt joh. Oh, echt? Gatver. Muffig eigenlijk. Heel muffig. Hoe het kader staat zien, hoe smer ben ik dat al is. Oei. Ja, het is echt leuk. Echt zo van, nou, fijn in huis. Ja, nobody's heerlijk. Zeg ik jou. Nee. Als wij de slaapkamer doen, gaan we sowieso beneden slapen. Je moet gewoon heel veel stof zuigen. Ja. Ja, dat is wel goed. En nu? Wil je een strijdje lopen? Nee. Okay. Ja? Nee, dat is heel moeilijk. Ja, dat is van zullen. Vandaag kijk, hier, jongen. Een klein stukje, jee! Yeah. Okay. Altijd een beetje hetzelfde. Zeker. Helemaal bundel. Nog een klein stukje. Het loopt wanneer van de bank eraf halen. Ja. Ja, deze. Jongens, let op. Het zijn dus schipsplaten. In de rest van de kamer was het allemaal hout. Echt nog uit 1910 dus. Maar ik denk dat de vorige bewoner hier ooit een keer mee wist is geweest en dat ze toen gipsplaatjes voor hebben gezet of zo. Want ja, dit zijn dus schipsplaten. En die zijn fucking moeilijk om naar beneden te krijgen, omdat ze dus allemaal afgebroken was. Wat een ellende. Oh ja, misschien vragen sommige van jullie zich wel af waarom die voorstelwanden er voorheen moeten. Nou ja, ten eerste. Ja, de batterij was even leeg en het geheugen was ook vol. Het liep allemaal even mis. Inmiddels is de hele muur al kaal. Maar wat ik dus wilde vertellen is dat sommige van jullie zich misschien afvragen waarom al die voorzetwanden weg moeten. Want ja, je zou zo kunnen laten zitten en opnieuw bouwen ofzo. Maar nou, je hebt ze op zich al wel gezien. Het is niet echt meer wat. Maar buiten dat wil je het ook gaan isoleren. Dus dan komen dan van die isolatieplaatsen tegenaan. En daar wordt op tegenaan gesnuwd. En dan heb je gewoon een fijn, chill, geïsoleerd huis. Dus daarom moet het ook weg. Ja, de bovenkant is het plafond eruit, want dan mis je ook een stukje bovenkant. Oh ja, dat is wel waar. Ja, want het plafond is nu een stuk hoger. Ik zal de camera even omhoog doen, ik wil het beter zien. Kijk, zie je dat? Het, ja, het is gewoon een stuk hoger. En dat behang niet maar tot hier of zo. Dus ja, daarom moet het ook. Nou moet het alleen. Die nu nog? Dan zijn we klaar. Oh, er zitten trouwens nu gordijnroutes aan. Die hebben ietsjes te goed bevestigd. Die krijgen we er niet meer af. Dus nou ja, die moeten dan maar blijven zitten. Gaan ze mee naar de sloop. Studio van zo nee, dat scheelt. Een beetje honger, hè? Ja. Zullen we die nog even voor je halen, deze, en dan eten? Of wil je het eerst eten? Nee, dat vind ik wel goed. We kunnen redden, want het is best wel veel werk toch, denk ik. We gaan het gewoon proberen. We doen nog even en dan gaan we eten. Goed idee. Dit is wel hout. Ja, dit is hout. Daar is het beter van. Ja. Daar ging ik bijna. Dit is wel oud. 100 jaar oud. Meer dan 100 jaar zelfs. Dus ik wil wel nagaan wat van de lucht daar vanaf komt. Hey! Deurtje open. Deurtje dicht. Kijk, dat is nog eens een makkelijke manier van je vriendin af te bouwen. Makker. Nee, je mag wel. Aha. Zo. Nice. Dat is fijn. Ja. Dat is zwaar. Dat is zwaar. De camera staat een beetje in de weg. Ja. Heel zwaar. Wel heel zwaar. Mega spijtig. Nee joh. Stoertje. One eternity later. We gaan eten. Yay! Aito. Aito. Wat een leuk inpakpapier. Ga je ook die hoek om die kant op moeten? Wij gaan op kraamvisite bij ons nichtje. Super veel zin in. We hebben echt hele leuke cadeaus. Nee, we hebben één cadeau. Het zit in meerdere verpakkingen. Correctie. Maar het is echt super leuk ingepakt ook. Ik zal het even laten zien. Kijk dan hoe fucking schattig. Deze ook. Met dat strikje van velour. Heel leuk. En dan zijn jullie natuurlijk benieuwd wat daarin zit. Nou, ik zal het denk ik even laten zien. Ik denk dat het handigst is. Het is namelijk een heel schattig driewieletje van... Hoe heet dat merk nou ook alweer? Veloretti, ja. Ik zag dat merk al heel vaak voorbij komen op Instagram en op Facebook en zo. Die hebben namelijk echt fucking vette elektrische fietsen. Veloretti, als je dit kijkt, call me. Maar dat zijn echt...
Ja, echt hele nice fietsen. En nou zag ik toch wel dat ze een heel leuk driewieletje hadden voor kleine kinderen. Ze heeft er nu op zich nog niks van aan, maar als straks één is of anderhalf, dan wel. En dan heeft ze ook heel lang wat aan. Ik zal hem even laten zien. Dit is hem. Je hebt hem in verschillende kleurtjes. We hebben deze gekozen, Pebble Gray. Kijk dan, hoe fucking cute. Echt leuk. En wat ook vet sick is, is dat op een gegeven moment, dus als we wat meer evenwicht hebben, je dan kunt ombouwen tot een tweewieler. Vet handig, dus daar hebben ze nog heel lang wat aan. Je kunt hem ook nog in hoogte verstellen en zo. Dus als het goed is, moet Marnie daar heel erg lang plezier van gaan hebben. Leuk cadeau, hè? Echt heel leuk. Ik ben echt benieuwd wat ze van gaan geven. Ja, ik ook. Heel leuk. Nou, wij gaan. Ik ben op zich wel helemaal klaar. Ik heb helemaal geschoren. Ik heb van een mesje wat Daphne zich had aan laten smeren. Die zwolle. Kreeg ze gratis ergens. Nou ja, het wil op zich wel, maar het brandt wel een beetje. De onderste pakketten. Ja. Oh ja, dat ja. En we gaan met de auto. Want het is echt scheidweer. Nou, dat pakket wil ook niet op de fiets hoor. Mag je wel eerst in elkaar bouwen? Ja, dus dan zelf op die fiets aankomen. Ja. Hallo. Hallo, ja, we hebben het vast uitgepakt en geprobeerd. Top ding. Nou ja, ik denk altijd nog wel wat geweld getrokken misschien. Maar het regent ook echt fucking uit. En het is eigenlijk maar 5 minuutjes fietsen zoals dat het al is. Maar ja, we gaan dus met de auto kiezen voor comfort en luiheid. Ik ben heel benieuwd. Ja, leuk hè? Ja, zin in. Ja, dat was leuk hè? Ja, dat was heel leuk. Vet schattig. Mooi baby op joh. Ja, vond het echt een knap heel leuk. Kind. Ja, heel leuk kindje. Jesse is er ook super lief mee. Ja, vet schattig. Maar goed, nu nog iets belangrijkers. Groen auto. Dit is KPN. Oh, nee, het is dat KPN? Wel, ja. Kut. Ja? Ja. Oh shit, ja. We hebben een spelletje dat als we een groene auto tegenkomen, dan moet dan echt zo'n specifieke kleur groen zijn. Dus zo'n KPN groen, zeg maar. Echt dat groen-groen als je een auto tegenkomt. En het is geen bedrijfsbus of een bestelbusje of zo. Maar echt een personenauto, dan mag je elkaar knijpen. Als je dus verkeerd hebt, dan mag je diegene die dat verkeerd had, mag je dan twee keer terug knijpen. Dat spelletje wel als een auto. Dat is een spelletje. Ja. Ja. Zullen we met mijn kinderen nooit doen? Bij Sander en ik hadden dat zelf bedacht vroeger. Oh. Ik weet niet of ik het zelf bedacht heb, maar wij deden het altijd. Nee. In de auto. Nee, het is wel leuk, we doen het echt altijd. Ja. Maar goed, het belangrijke wat wij gaan doen. Ik ga kijken naar mijn eigen baby. Ik heb namelijk al heel lang geen telefoon met jullie weten. Dat is echt vet irritant, want ik kan gewoon helemaal niks. Maar de nieuwe iPhone 13 is net uitgekomen, dus die wil ik heel graag. En nou wil ik eens even bij de Mediamarkt kijken wat de verschillende kleuren allemaal zijn. Want daar ben ik nog niet helemaal over uit. En dat kan nog net, want de Mediamarkt gaat om 6 uur dicht. En het is 10:30, het is een kwartiertje rijden. Dus we moeten wel een beetje doorrijden. Als het goed is, kan het precies. We zijn er. Precies op tijd. Tenminste, ik hoop dat we nog naar binnen mogen. Oh. Ze hebben een gouden en een blauwe. Laat dat nou ook precies de twee kleuren zijn waar ik dus op twijfel. Ik zeg dat het blauwe wel heel mooi vindt. Wat goud overal op zich. Lastig. Ik heb er goed gekeken. Ze hebben hier nog meer. Wat is dit? Oh, dit is ook een blauwe. Goud. Oh, dit is de iPhone 13. Nee. Wat raar dat ze dan ook hier nog een keer weer de blauwe en de gouden hebben liggen. Dat is al. Nee. Tot daarin. Nou, eet smakelijk. Smakelijk. Lekker. Ben er nog niet uit, jongens. Gaat weer een zeer nuttig tripje. Maar goed, wel McDonald's. Ik heb een homestyle crispy chicken. Veggie uiteraard. En patatjes. Geen drinken. Oh, jij hebt dat ook, ja. Geen drinken. Nee, ik wou zeggen, ik dacht dat ze een burger hadden, maar hadden ze niet meer. Was dat niet bij de KFC? Nee, het was tijdelijk bij de McDonald's. Een vega burger. Ja. Maar hadden ze niet. Dit is ook lekker. Geen drinken besteld. Ik vind dat niks te drinken van de McDonald's. Die menu's. Is dat nou het goedkoper gaat als je het menu neemt? Ja, volgens mij wel. Nog steeds als je ook geen drinken erbij bestelt? Weet ik niet. Weet ik ook niet. Volgens mij wel. Volgens mij is dat het hele idee. Maar ja, neem je dat omdat je niet hoeft op te drinken. Nee, dan krijg je mijn bulk cola altijd. Of wat anders. Frisdrank. Een flesje water kopen vind ik ook stom. Dus geen drinken. Wel lekker. Oh. Nou, wat ben jij opeens gezellig, Boeba? Wil je iets? Nou, ik heb het idee van wel. Ik kan niet weten wat. Nee, ik heb geen idee. Nou, vooruit, kijk eens. Alsjeblieft. Supervreed, joh. Nou, lekker hè, Boeba. Ja. Jij weet wel wat lekker is.